Ja, hoe is het moment om dat te laten horen? Dat vind ik het leukste van dit vak eigenlijk, zeg maar. Soms zit je gewoon, ja, wat is het, een week lang opgesloten omdat je die ene track af wil hebben. En dan kom ik ook helemaal niet buiten. Dan zit ik gewoon hier en dan, ja, dan word ik ook echt zo'n kluizenaar, zeg maar. Dan kan ik bijna niet meer communiceren met mensen. En dan vervolgens kom je een keer naar buiten op zaterdag, zeg maar. Dan ga je naar het festival toe. En dan zit die track, die staat op je sticky. En op het moment dat je dat ding erin doet, die spanning van, hey, hoe gaan mensen dit vinden? Ja, dat is super tof. En je weet gewoon, als je iets voor de eerste keer draait, is het nooit zo euforisch als dat mensen een track horen die ze al helemaal van binnen en buiten kennen. Dus het gaat nooit in één keer kaboom. Maar je ziet wel gewoon van, hey, hier gebeurt iets. En dan weet je al van, nou, dit kan wel eens wat worden. Ja, en dat is een lekker gevoel, zeg maar. Dus ja, lekker gevoel, adrenaline. Daar doe je het voor. Ik heb er natuurlijk al best wel wat gedaan. En ja, Decibel stonden wel op de verlanglijst. Dus ja, het is een van de grootste festivals van Nederland. Ja, ik ben natuurlijk super enthousiast. Ja. Ik was dus op kantoor bij de heren en dames van B2S. En ik merk gewoon dat ze heel trots zijn op wat ze al die jaren hebben neergezet. Terecht ook, heel tof festival en voor heel veel mensen festival van het jaar. En het woord wat daar iedere keer oppopte was destination. Dat het voor iedereen zeg maar de ultimate zomerparty is. En ja, het is de 15e editie. En ja, dat is dus een behoorlijke legacy, zeg maar. En voor mij is dat heel cool om daar ook iets mee te doen. Dat die trots die hun hebben met dat festival, zeg maar, dat mag best wel naar voren komen. Ja, ik bedoel, als ze oud zijn, over 40 jaar, weet je, dan zeggen ze nog van, nou, dat is wel wat wij hebben nagelaten, zeg maar. En die nalatenschap, die legacy, en ik denk ook wat het publiek heeft, zeg maar, die toewijding, zeg maar, die eigenlijk organisatoren hebben, producers hebben en fans ook hebben. Ja, dat mag terugkomen in de track, zeg maar. Ja. Nou, je hebt niet gelijk een idee, want ik bedoel, dat moet groeien. In de studio ga je natuurlijk akkoorden neerzetten. Je moet een vibe bij een track krijgen. Dus ik werk heel vaak samen met iemand die lyrics schrijft of ik doe dat zelf. En uiteindelijk wil ik dan met die track een verhaaltje neerzetten waarvan ik denk van, ja, weet je, daar heb ik bij Decibel een lekker gevoel bij. En dat klopt bij wat dat festival voor mij is, zeg maar, en wat dat voor mensen is. En ja, op die manier ga ik dan te werk. Ik vind bij een anthem belangrijk dat het onderscheidend is. Dus het moet geen 13 in een dozijn plaat zijn. Het moet groot zijn. Het moet iets zijn wat heel herkenbaar is. Het moet een track zijn waar het moet catchy zijn. Het moet iets zijn waar mensen iets mee hebben, zeg maar. Iets waar ze wat mee kunnen. Iets wat ze samen kunnen doen, zeg maar. Dus er moeten voor mij elementen in zitten waarbij iedereen betrokken kan worden, zeg maar. Dus lyrics die mensen mee kunnen schreeuwen, een melodie die mensen mee kunnen doen. Ja, het moet gewoon een lekker gevoel geven en het moet passen bij de identiteit van het festival. Kijk, de scene is natuurlijk best een beetje aan het verharden. Ik heb ook hardere dingen gemaakt. En ik denk dat het nou wel lekker is om voor de zomer, weet je, want het is toch de zomer. Hè? En ik vind dat daar gewoon een mooi uplifting anthem bij kan. En ja, weet je, ik heb gewoon een goed gevoel bij de melodie die er staat. Het geeft een lekker gevoel. Dus ik denk dat mensen het wel tof vinden. Ja, dat hoop ik. Ja, het is toch deze bij anthem, hè? Ja, ik hoor het laten horen. Ja. Ik wil even bijvermelden dat het is een opzetje. Het is de melodie. Dus ja. Decibel. ...19, 20 en 21 augustus, dan gaan de dansschoenen aan en dan ga jij met je hele vriendengroep naar Decibel en dan gaan we met z'n allen keihard los. Zie je daar!